Ik ga half zure augurken maken. Ik heb hier een wekpot. En ik heb een aantal komkommertjes, kleine komkommertjes. En die zijn net te groot. Dus ik ga er wel een klein stukje van afsnijden. Aan beide kanten. En dan hoop ik dat ze passen. Ja, dat is mooi. Dus dat ga ik met alle maal doen. En dan ga ik de brine maken. De zoutoplossing. Nou, voor de zoutoplossing, dan moet je even een schemaatje downloaden. Daar zal ik een linkje van op mijn site zetten. En dan pak ik 2 afgemeten kopjes water. En vanwege de kwaliteit in Singapore, niet het water is goed, maar de buizen zijn nogal oud. Dan gebruik ik gekookt water. Nou, dan gaat er zout bij. En daar heb ik 2 theelepeltjes van nodig, ongeveer. Dan gaat er 2 lepels zout bij, theelepeltjes zout bij. Twee theelepels zout. Voor augurken gebruik je meer zout dan voor andere groenten, als je die wilt fermenteren in brine. Nou, ga die dicht, goed schudden. Ik heb zeezout gebruikt. Je kan beter fijner zout gebruiken, zodat het makkelijker oplost. En dan kunnen er wat specerijen bij. Ik haal me niet aan het originele recept dat ik had gevonden. Ik doe mijn eigen dingen erin. Wat cloves. Wat fennelseed. Wat wel een must is, is mosterdzaad. De enige die ik hier kon vinden was zwart, maar andere kleuren zijn eigenlijk beter. En dan doe ik er wat black peppercorn bij. En dan, heel belangrijk, dat vergeet ik bijna, knoflook. Gewoon 2 of 3 tenen. Hoppa. Erbij. Dan de augurken in de oplossing. Nou, dan zie ik dat er nog een beetje water bij moet, want het moet helemaal onder staan. Nou, het staat nu helemaal onder. Deksel erop. Oeps, stroomt die over natuurlijk. Goed schudden. 10 dagen in de koelkast en dan heb je half zure augurken. Ideaal voor op een sandwich. Ik was vergeten de chilipepertjes bij te doen, dus ik heb hier 2 kleine chilipepertjes. Ik heb ook een labeltje gemaakt. Dan gaat de pot weer open. Dan gaan de chilipepertjes erbij. Met zaadjes en al, want ik hou wel van pittig. En dan iedere dag of iedere paar dagen even schudden. En dan na 10 dagen. Heerlijk.